Schokkende beelden uit de Amerikaanse staat Texas. Een man wordt achtervolgd door de politie. Even hiervoor heeft hij een ware huis overvallen en voor duizenden euro's aan spullen buitgemaakt. De politie raceert achter hem aan en hij ziet al dat hij met de auto niet veel verder gaat komen. Hij stapt daarom uit en zet het op een rennen. Dwars over de snelweg heen. Hij weet de auto's te ontwijken en klimt over het muurtje heen. Het lijkt alsof hij ermee wegkomt, maar de agent achter hem mikt met zijn stroomstootwapen en vuurt. De man valt gelijk op de grond. Gelukkig was hij niet iets verder doorgerend, anders was hij onder de auto's terechtgekomen. De agent kan hem inrekenen, hij zit inmiddels vast en wordt verdacht van de overval en natuurlijk van de vluchtpoging.